Hallo allemaal. Nou, ik ben bang dat dit filmpje wel een beetje gaat bewegen. Maar ik heb een begin gemaakt met het bovenhuis. Daar beneden zie je het trapgat naar de kelder. Dit wordt de keuken. En hierboven komt dan een slaapkamer. Er zitten nog geen ramen in. Want dat moet ik allemaal nog een beetje uitvogelen waaien. En hoe groot enzovoort. Hier komt een salon hieronder. Maar die salon heeft een hoog plafond. Er komt een overloop, zodat je een soort vide krijgt. En je ziet al dat ik op dat karton aan de achterkant een ronding heb gemaakt. Want ik wil daar ook nog iets van een tongewelf of iets dergelijks op maken. Want op het dak moet ook nog iets komen. En dan komt hier de entree. Die is, zoals je ziet, wat smaller. Met een badkamer. Dus, het is een groot huis. De hoogte is nu 48 centimeter. En hij is iets van 85 centimeter breed in totaal. En, ik ga nog wel verder, maar niet meer vandaag. Want ik moet ook wachten tot ik weer wat van die houtjes heb. Deze. Voor de stevigheid. En zoals je ziet is het een hoop plak- en knipwerk. Ik heb gewoon stukken op elkaar gezet. Ik heb alles met een lijmpistool aan elkaar gemaakt, behalve hier achter, daar zit wel gewoon houtlijm. Want het lijmpistool, dat gaat zo lekker snel, hè? En het is best stevig. Het heeft een nadeel. Als je bijvoorbeeld denkt van, nou, het is een tijdelijk huis, dan zit er toch weer een hoop plastic in het papier. En dat is een beetje zonde voor het milieu en zo. Maar aangezien ik van plan ben om nog heel lang door te gaan bouwen en het ook niet van plan ben weg te gooien, mocht ik van mezelf het lijmpistool gebruiken. Zoals je ziet heb ik hier ook een heleboel gelijmd. Uiteraard ga ik dat allemaal nog wegwerken. En wat je ook goed kan zien hier is dat het karton wat ik gebruikt heb, dat is dubbel gegolfd karton. Dat kan je zelf ook gewoon twee laagjes karton op elkaar. Die bananendozen die veel mensen gebruiken, die bestaan ook uit dubbel gelaagd karton. Dat is gewoon echt heel stevig. Zelfs als je er dan weer een stukje bovenop zet, zie je. Dat is, hier heb ik het gelijmd. Maar het zit wel heel stevig vast. Dus ik heb heel veel zin om verder te gaan. En dan moeten we natuurlijk even kijken hoe het lijf daarover denkt. Want wij verschillen nog wel eens van mening, mijn lijf en ik. Hoofd en lijf. Ik had hieronder, want ik had een doos die gewoon eigenlijk te smal was. Want hieronder zat dan een sleuf. Maar daar heb ik gewoon alvast pakpapier overheen gelijmd. En kijk, als ik hem nu gewoon optil. Het hele ding is gewoon best heel stevig. En met alles wat ik er nog in ga doen, wordt het steeds steviger. Het wiebelt en wabbelt er nog een beetje, maar dat komt helemaal goed. Nou, dat was een heel kort filmpje. Want veel meer is er nog niet te zien. Dus, maar ik heb er zin in. Dus, doei!